Mireille Reitsma, als je dochter Zira later de geschiedenisboeken van de schaatsport erbij openslaat, dan ziet ze jouw naam als winnares hier van de Veluwemeertocht. Hoe voelt dat? Ja, ik hang het lijstje denk ik op de wc hoor. Dan kan ik er elke dag nog even naar kijken. Nee, het is echt super gaaf om hier te winnen. Echt weer heel anders als Flevo Huis of op een 400 meter baan. Echt gaaf. Dat je sterk bent de laatste weken, dat heb je laten zien. Twee keer Flevo Huis, je hebt het laten zien in Loosdrecht. Voelde je hier net zo sterk of misschien wel sterker zelfs? Nee, aan het begin dacht ik echt, oh, ik voelde me wat stijfjes en wat stram. En na drie ronden dacht ik, oh, het begint een beetje op gang te komen. En ja, dan zit je ook gewoon in de wedstrijd, dus dan ga je er gewoon voor. En als je zelf los bent, dan laat ik echt niet meer gaan. Hoe waren de omstandigheden onderweg? Ja, ik vond het wel zwaar. Het was weer anders dan Loosdrecht. Er zaten best wel veel hobbels in. En op een gegeven moment wordt je cognitief gewoon wat minder. En ja, dan worden die hobbels zwaar. Maar je had toch kracht genoeg om in ieder geval weg te rijden. Je hebt steeds alert gereden, steeds van voren gezeten. Was dat jullie insteek ook vandaag? Ja, Landuweel probeert gewoon altijd aan te vallen. En we zijn met drie goede aanvallers. Dus ja, daar moet je gewoon gebruik van maken. En als je om en om aanvalt, dan put je misschien de rest uit. En ja, dat is gebeurd. Ik had wel in de gaten hoor dat ik de sterkste was, maar ik dacht ja, als je met z'n drieën bent, dan ben je gewoon wat sterker en dan blijft het peloton misschien ook wat bij elkaar. Dus ik wou die meiden wel bij me houden, maar ja, ze konden ook niet. Ze zeiden ja, sorry Mireille, ik kan het niet. En ja, dan op een gegeven moment dacht ik ja, ik moet gewoon niet wachten, ik moet gewoon gaan. Ja, en toch ben je ook gewoon bang hoor, dat je dan nog teruggehaald wordt en ik moest me echt blijven concentreren en dan vlieg je nog de sneeuw in en... Oh, ik dacht echt, hou je kop er nou bij. En nou, herpakt en... Heel goed. Want je vliegt de sneeuw in, omdat je dacht dat er ergens een bocht was. Ja, ik wou echt aan het eind wat meer zo graag dat die bocht kwam. En toen zag ik een baantje en toen dacht ik, was dit nou de bocht? En ik maakte al een overstap en toen riep de cameraman, nee, dit is de bocht niet. Ja, ach, gewoon dom en eigenlijk ook een beetje uit vermoeidheid. En ja, dan moet je gewoon echt even blijven concentreren. Je hebt een flinke schaatscarrière al achter je naam staan. Is dit een absoluut hoogtepunt? Ja, denk ik wel. Ik heb een schaatscarrière wel achter me van de lange baan. Maar eigenlijk heb ik nog niet heel veel marathonwedstrijden gewonnen. Ja, hier en daar is wat. Maar ja, dit is wel eentje met een gouden randje die je wel wil onthouden.